Na een val op de 1500 meter en een disqualificatie op de 500 meter... leek ze op de 1000 meter eindelijk op weg naar een gouden WK-medaille. En toen gebeurde er dit. Verslaafd aan goud, Suzanne Schulting. Het wordt heel lastig om in te halen. Slentos te diep. Schulting, de schouder erin. Maar het lukt niet. Ze valt en iedereen valt. De Smet en Fontana blijven over. En klappen ook op elkaar. Maar die drie liggen er nog. En gaan we finishen. Er is gefinished. Er wordt doorgeschaatst. 1 de Smet, 2 Fontana. Schulting schaats door. De andere twee staan ook. Suzanne Schulting. Nu als derde over de streep. Pijn aan de rechtervoet. Een nieuwe start. Maar dan met z'n vieren. Santos, Fontana, Schulte, Kim. En dan moet dat lichaam even gereset worden. Nee, gaat niet met Schulting. Oh, 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 oh. Nee, het gaat helemaal niet. Het lichaam zegt nee, dat resetten lukt niet. En er is te veel pijn en ze huilt. En het is zo'n vreselijk ontroerend moment van de absolute, super eerlijke, pure topper die Suzanne Schulting is. Heb je veel gekeken naar dit beeld? Het is de eerste keer dat ik dit eigenlijk zie. Heb je de hele val nog niet gezien? Jawel, dat heb ik wel vaker in stukjes heb ik dat gezien. Ik zit hier zo helemaal te zweten, joh. Oh. Heel onhandig, onhandig truitje. Maar je zit hartstikke goed zo. Ja, ik zit goed zo. Ja, en ja. Wil je nog een kussentje eronder hebben? Nee, het is goed. Het is goed. Ja. Moeten we nog een dokter vragen? Ja. Of iemand in de witte jas? Nee, okay. Nee, maar ik heb de beelden nog helemaal niet teruggezien. Ook helemaal niet daarna. Wel de val, die is meerdere keren langsgekomen. Gaan we zo ook nog even naar kijken, denk ik. Toch. Ja, en je ging door. Ja, ik ging door. Ja, het is gewoon... ik ben niet per se een opgever. En je staat in WK in eigen huis. En je staat in de finale. En in eerste instantie, ik sta heel snel op na die val. Want de race was nog niet afgefloten. Dus toen had ik zoiets van, ja, er ligt nog wel een bronzen medaille ligt daar. En dus ik had zoiets, ik moet zo snel mogelijk opstaan. Want er ligt nog een bronzen medaille. En voelde je meteen van, dit is mis? Nou, of ik had je wel vol met adrenaline? Je voelt wel veel pijn op dat moment dat je opstond. En toen zwikte ik er ook al een paar keer doorheen. Maar goed, ja, ik had zoiets. Ja, je moet gewoon doorgaan. Dat eigenlijk vooral. Ja, het was natuurlijk absurd met de wetenschap. Hè? Dat je een gebroken enkel hebt, dat je dan toch nog even staat te schaatsen. En wat was het moment dat je wist, ja, even los van het feit dat je afstapte, hij is ook gebroken? Oh, dat wist ik pas in het ziekenhuis. Want ik was er echt heilig van overtuigd dat hij niet gebroken was. Ja. Ik dacht, ik heb mijn bandjes kapot. En er werden ook testjes gedaan. En ik ging er daar nog even op staan. En ik zeg, ja, het doet wel heel veel pijn. Maar ja, het doet wel pijn. En toen ging ik testjes doen. En dan wordt er gevraagd, ja, wat voor pijncijfer geef je? Nou, ik zeg, ja, 3 ongeveer. Ja, jij bent een bikkel. Ja, nee, maar en op een schaal van 1 tot 5? Of, nee, van 1 tot 10. Een 3? Ja, ik vond het echt niet heel... Ja, ik vond het misschien dat ik toen nog in de adrenaline zat of zo. Maar ja. Zelfs in het ziekenhuis werden testen gedaan. En de chirurg in het ziekenhuis die zei ook... Nou, we gaan voor de zekerheid wel even foto's maken. Maar in principe verwacht ik geen... Ja, we verwachten gewoon geen breuk. We kwamen samen tot de conclusie... Het zal wel iets... De bandjes zullen het wel zijn. En toen zat het toch echt wel een breuk. Ja. Echt wel een flinke. We gaan zo naar die val kijken. Maar nog even voor die val. Lig jij eigenlijk op tweede positie, hè? Dus voordat je die inhaalmanoeuvre hebt. Je zou ook... Is er een moment dan dat je, als je op tweede positie ligt... dat je ook denkt, nou ja, zilver is eigenlijk ook wel mooi? Of werkt dat werkt zo? Nee, dat werkt... In ieder geval, bij mij werkt dat niet zo. Ik heb al zo fantastisch veel mooie titels gewonnen. En als je helemaal dan in Ahoy staat, in eigen huis... Ja, dan wil je maar... En je voelt je goed en je voelt dat het kan. Ja. Dan ga ik niet genoegen nemen met zilver. Dan ga ik er wel gewoon voor. Ja. Dat is racen. Dat is het allermooiste van de sport die wij doen. Daar moet je iemand voorbij. En dat is Hanne de Smet. Die ken jij goed, hè? Ja, jaren met haar getraind. Echt ontzettend fijne trainingsmaat. En veel meegemaakt samen. Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Dat kun je alleen al zeggen van wat er ook nu weer is gebeurd. Laten we eerst eens even, als je het goed vindt... nog een keer naar die val kijken. Ja. En probeer mij dan, en ook zeker ook Gerry... uit te leggen. Want ik weet dat jij alleen maar naar de tv hebt gekeken. Hier staat het ook. Alweer schaatsen op tv. Houd het dan nooit op. Gerry, mogen we nog even door of niet? Nou ja, het is ongeveer van juli tot mei is het schaatsen. Ja. Ik wil er wel een tijdje naar kijken, maar week in, week uit, dat trek ik niet. Nee. Ja, let op, voor jou dus. Vind ik wel leuker dan dat die 10 kilometer en zo. Je kunt nu gewoon dingen leren. We gaan naar de val.
jij probeert... Nou, vertel even wat er gebeurt, als je wil. Ja, oh ja. Oh, dit gaat allemaal heel snel. Ja, maakt niet uit, maar we doen het gewoon nog een keer. Ja, we laten je zo vallen als je maar wil. Ik wil hier inhalen en wij hebben hier nog een klik op Blades. Dus we clashen nog samen. Maar ja, je zou kunnen zeggen, nou, het is misschien ook een shared responsibility, zoals ze dat dan noemen in onze termen. Dus dat je allebei... dat je niet echt een schuldige kan aanwijzen. Maar wat Hanne eigenlijk doet op het moment dat ik inhaal, is dat ze haar arm, dat die voor mij zwaait, waardoor mijn snelheid volledig wordt geblokkeerd en ik eigenlijk geen kant op kan. Ik word eigenlijk afgeremd. Zullen we nog een keer kijken? Want nou weten we meer, nu jij dit hebt gezegd. Ja. Dus je ziet mij hier inhalen. Je ziet daar ook, hier zie je dus, ik weet niet of dit in beeld... Je ziet daar ook een lijn, zie je daar. Ja, en als je daar aan de, aan de kant van de, van de binnenbaan, als je aan de verkeerde kant van die lijn zit, dan is het ook nog echt jouw, volledig jouw schuld. Maar Hanne die wijkt gewoon af van haar lijn. Die zit wijd, die gaat weer naar binnen, steekt nog de arm uit. En dan, dan breek ik waarschijnlijk hier in de kussens, hier mijn enkel. Ja, niet in het zwikken. Nee, wij denken echt wel, want er is ook een foto waar je ziet dat mijn enkel nog zo zweeft. En dan klapt iedereen er, zeg maar. En hoe snel ga je dan ongeveer? Hoe hard is dit? Ja, 45, 50 of zoiets. En is dit iets wat toen het gebeurde, dat je al wist, dit is aan de hand? Of ben je daarna in de kleedkamer, zie je elkaar en zeg je, what the fuck was dit? Je bedoelt met Hanne? Ja. Nee, die heb ik daar helemaal niet meer gezien. Nee. Heb jij haar nog gesproken? Nou, ze heeft me een berichtje gestuurd om 8:30 s'avonds met beterschap. Oké. Als ik naar je kijk, vind je dat een beetje weinig. Ik vind het jammer, omdat je jarenlang met elkaar hebt getraind. Je hebt jarenlang heb je lief en leed gedeeld. Je gaat met elkaar op tenniskamp, je gaat met elkaar op reis. Je ziet haar elke dag. En dan hoop je vanuit haar kant op iets meer compassie en empathie. En gewoon dat er iets meer... Weet je, op een gegeven moment dan is... Tuurlijk, zij heeft een zuur weekend gehad. En dat is heel vervelend. Ze zat er ook niet lekker in. Maar op zo'n moment dat je dan... je oud teamgenoot van het ijs ziet stappen met pijn, dan zou ik toch wel een andere reactie geven. En dat vind ik vooral heel erg jammer. Je zegt een zuur weekend, want voor haar was het zure niet per se jouw val, maar wel dat zij daardoor gedisqualificeerd werd. Laten we even naar haar luisteren. En dan zie je dat er op het moment, na afloop in ieder geval, nog niet echt overloopt van vriendschap. Dit is echt belachelijk. Ik had gewonnen. Ik word van achter aangereden, vastgepakt. Ik slaag dat weg, uiteraard. Ik kom eerst over de lijn en ik moet van het ijs. Ja, ik weet niet, ik vind het debiel voor de sport. Is het een soort shared responsibility? Ja, ik vind alleen haar schuld eigenlijk. Ik heb niks gedaan. Schuld van Suzanne Schuld? Ja, ik zat voor haar. Zij moet mij niet vastpakken. Ja, kijk, het is wel eens niet. Dus, volgens mij glijdt eerst zij weg, dan sla jij met je arm. Ja. Ja. Ze is nooit naast mij geweest, dus dan moet je van mij afblijven. Maar ze zegt hier ook van dat ik haar vastpak. Maar je ziet op de beelden, waar pak ik haar vast? Dus dat, zeg maar, ze zit zo hoog in haar emotie. Wat ik begrijp, dat je hoog in je emotie zit. Want ze heeft 3 penalties op rij, heeft ze gereden op elke afstand. Maar dit soort dingen kunnen ook gebeuren. En dan hoop je gewoon op zo'n moment dat er iets meer... empathie bij zit. Dat had ik gehoopt, maar dat mocht helaas niet zo zijn. En eventueel dan maar even wat later, dat je denkt... Oh, jij dit... Nou ja, of dat ze dan de afloop van de wedstrijd... of later, of die avond, of de volgende dag, of de dag erna... nog iets stuurt van, yo, ik heb misschien niet een helemaal... ik zat in the heat of the moment en dat kan gebeuren. Ja, dat vind ik jammer. Ik kan me ook wel voorstellen dat dit iets is waar je alle twee zo enorm naartoe leeft. Ja. En dat er dan zulke heftige dingen gebeuren. Dat het voor iedereen heel ingewikkeld is. Ja, het is ook gewoon ingewikkeld. Want het is gewoon, wat ik zeg, het is voor haar ook geen lekker weekend. Dus ik begrijp die emotie heus wel. Oké, genoeg erover. Maar word je nu voorzichtig? Denk je dat je nu voorzichtiger wordt? Nee. Gerry, nu opeens doen alsof je interesse in schaaf. Ik heb interesse in mensen. Zet je muts op en hou je mond. Ik heb interesse in mensen. Wat krijgen we nou zeg? Je hebt een zwaar seizoen gehad met van alles. Als je dan nu dat seizoen afgelopen is, ben je dan ontzettend teleurgesteld, of denk je? Ja, dat is dus het gekke aan. Dat ben ik dus niet per se. Ja, dit is teleurstellend, maar ik ben van heel ver gekomen. Ik heb de hele zomer niet kunnen trainen. En ik heb...
fantastische weken gehad naar de aanloop van het WK. Het schaatsen ging zo verschrikkelijk goed. Allemaal nieuwe recordjes. En gewoon, ik zat er echt lekker in. De aanloop naar het WK ging lekker. En ja, die zaterdag die was dan iets minder. De vrijdag kwalificatiedag reed ik overigens wel echt heerlijk. En zaterdag was iets minder. Maar die zondag, ik werd wakker. En ik had echt het gevoel, ik kan gaan meestrijden om goud. En ook al misschien wel goud halen. Dat zat echt in mijn hoofd. En ik reed gewoon heerlijke ritten. Alsof ik weer gewoon de oude Susanne was. Waar ik echt naar hunkerde. En met dat gevoel... Die is er gewoon. Dat is wel heel lekker om dat zo volgend seizoen in te kunnen gaan. Ook al komt dit er dan even tussendoor, maar ik ben wel heel optimistisch. Dankjewel.